Lucre. A destaque da bola, 14 equipes de Bar, Gilda Games, and natuurlijk een tricky place om nog punten te scoren voor ploeg 1.
vierde punten. Aanval bij de aflossing. Aanval bij de aflossing voor groep 6. En een bal. Oeversta. We kijken naar de piste. De wedstrijd kan doorgaan. Foute aflossing van Aanval. A crash that was caused by a false launching from one line to another. So 5 points for the team Fiorina Siena, 3 points for Matej Urshenko, Viktor Gavin, 2 points for the team Viktor Benao, Arthur Nie, and 1 point for the team Jan Sky from Westbrook. Na de bal, de vriesronde van groep 6. One lap down for the team Lorenzo Unfer and Davide Stella. And that's due to the crash. En de red is goed, we hebben al punten te winnen. Uitslag van de dekkelsprint gewonnen door de nummer 13 Victor Benao. Victor Benao, Arthur Guille, de 5 point van 3 punten voor. Matteo Fiorin en Juan Sierra, de mannen van groep 5, de Italianen zeg maar, die aan de leiding staan. Benao en Guille, plaats 2. De Zwitsers, groep 13, aflossing ginds bij de Zwitsers. Dan met 5 punten nog steeds op de derde plaats, Tom Krabbe en Milan van den Houten. Voor het is werken geblazen om er vooraan in de koers te geraken. 42 rond van het einde, zo dadelijk gaan we naar de vierde spurt. Tom Krabbe nu, Tom aansluiten daar. Bij de eerste groep, aflossing bij onze hele jongens Arnoud Zwijts. Arnoud weer in de baan, eerstejaars junior. Nu vooral weer uitkijken naar de punten voor de Italianen, groep 5, voor de Fransen in de punten. Net als de Noren van Hoog-Frankrijk. Moeilijk. Bij punten voor de duo van de Fiorin van David Sierra. 3 voor Bouton, Saem, 2 voor Laruel de Lotto, 1 punt voor Benao Kiet. Fiorin Siena leidt nu met 15 punten, 7 punten meer dan Benao Kiet. Bouton zijn derde met 6 punten en Krabbe van den Houten de volger op de vierde plaats met 5. Sorry, just quickly, what if it's... Da 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 da
oplossing, maar daarom de val. En nog een drie stonden voor team. Zes. Oh, nee. En volgens ons besteed. Sisikov. De mannen van de Oekraïne. Dan onze Belgen, ook niet in de punten. En Tom Krabbe voor Huismans. Huismans die nu standaard in de wedstrijd gooit. Het is hetzelfde gebeurde. Het is opgave aan de broek van Schaik en Westbroek. Maar de punt opgaan naar de broek van Antonenka Sisikov. Vijf punten, drie voor Tom Krabbe. Ja, maar benauwd, twee punten voor Standaerts en Roland Huismans. En één punt voor Nicola Arnaus en Louis Weitz. Rond van 6 uur samen.
met nog twee spurten te gaan. Uiteraard ook dubbele punten bij de laatste spurt. Aflos bij de Oekraïners, groep 11. Aanval van de mannen in het blauw, team 5, equipe numero 5 van attack. Hebben hier nog wel de beste papieren op dit moment. Voor David Sierra, die zijn ploegmaat Matteo Fiorin aflost. 5 points voor equipe 5, dan Standens of Topgrabbe. Ongeloof en aflossing ook bij de Oekraïners hier de punten zitten. Bij punten gaan naar het Italiaanse duo Fiorin Sierra 3 voor Tens Huismans 1 voor 2 voor Kjok van de auto. En laatste punt voor Antonenko Tsitsikov. Forza Italia, Matteo Fiorin con Sierra. C'est tout de la fin. 7 ronden, overrunners bijna onoverzichtelijk, maar we houden het hoofd koel. Huismans. Next race. Race will be Tempo Race, Onion Competition, 9 Elite, so prepare yourself, gentlemen. Last ronde gaat dit. Met Belwin Latkowski.
And now we start our break until